Het gaat niet om de individuen, nee, het gaat om hun ideeën. 67 mensen samen vormen de grijze massa, maar ze stijgen boven zich uit met hun ideeën. Boven zien we de 67 demonstranten. Protest van buurtschap Tichelaar, Mark van Beek, Johan van Trijp en Eefje Goos. En ik heb hier een derde publieksprijs. Een derde publieksprijs voor buurtschap Tichelaar. En ze hebben ook een pluim gekregen, Koen. Een pluim die uitgereikt gaat worden door Lia Voermans. En de publieksprijs, de derde publieksprijs, wordt uitgereikt door Louis van der Broek. En ze hebben bij elkaar 641 punten. En dat is een tweede prijs. Een tweede prijs voor Tichelaar. Een derde publieksprijs voor Tichelaar. En een pluim voor Tichelaar. Graag wat vertegenwoordigers naar beneden om al die prijzen in ontvangst te nemen, alsjeblieft. Neem maar een kaartje mee. En jullie hebben vast... De tweede publieksprijs wordt uitgereikt door monsieur Becker. Komt in. Jullie hebben vast niet echt de aandacht om te luisteren waarom de jury een pluim heeft gegeven. Maar ik ga het toch vertellen. Jullie horen het later nog wel een keertje. Ah, Johan, jullie krijgen een pluim omdat bijvoorbeeld de duwers een duidelijk onderdeel zijn van de wagen. Een duidelijk onderdeel van het beeld. Duwers en wagen samen zijn een eenheid. De grijze massa en daar het bovenuitstijgende individu. En natuurlijk weer herkend. Een soort van trotseffect. Dankjewel. De man of de vrouw. Het houdt niet op, hoor. Nee, met een protestbord wordt vergroot in witte en zwarte bloemen. En het is goed om te melden dat de tweede prijs, de ereprijs is van de gemeente Auvers-sur-Oise. Thank you.